Dat komt veel. Is jou een echte mos? We gaan hier gewoon beginnen lekker even doorwarmen met een kopje Turkse thee. Nou, de kopjes staan er niet voor de zier. Je mag lekker een kopje erbij nemen. Wel onbegrijpelijk en later is als je informatie over islam wilt. Het is erg heet. 5 minuten laat af. Toen jullie hier aankwamen fietsen, konden jullie toen al zien dat het een moskee was? Nee. Wie dacht volgens mij is dat een moskee? Jij wist het al, maar die ging het niet. Ik wist het. Toen ging alle vingers omlaag. Jullie moesten door. Iedereen wacht op hun, hè? Op die manier, door bijvoorbeeld samen te handwerken. Op de vrijdag wordt hier altijd pizza gebakken. Als je een keertje tijd hebt en je rijdt hier langs, vrijdagochtend kun je hier voor €1,25 een heerlijke Turkse pizza kopen. Met sla erin, sausje, meenemen. 34 jaar. In mijn vrije tijd eigenlijk, meestal ben ik hier aanwezig. Ook thuis. En 5 zuilen van die stam. Ik neem aan, jullie hebben wat gehoord hebben. Ja. Heel goed geloven, 5 keer per dag tijdens het Ramadan vasten. En eigenlijk als je rijk bent, gewoon alms geven. Hier wordt heel geregeld, goed geregeld in Nederland. Als iemand ziek of werkloos is, krijg je gewoon uitkering. Bij ons gewoon door de rijke mensen kan zijn, we zitten 2,5%. We gaan de schoenen uittrekken en gelijk hierop stappen, niet hier. Omdat straks onze schoenen hier geweest zijn, anders gaat rotzooi weer naar boven brengen. Dat is niet de bedoeling. Gelijk je schoenen uit en gelijk hierop stappen alsjeblieft. Neem je gewoon zijde, we hebben geen haast. Schoonheid is heel belangrijk. De geboorteplaats van islam, ook de geboorteplaats van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, daar heb ik te bezoeken. Als je gaat zoeken. We gaan daar rustig zitten. Op het gemak. Dat is iemand zijn kleding eigenlijk. Normaal iemand draagt altijd een lange breekstoel. Die preekstoel wordt gebruikt alleen maar vrijdags en 2 feestdagen van het jaar. Ramadanfeest en Overfeest. Jullie zien? Dit is de Koran, rechts naar links wordt gelezen. Jullie mogen ook zo even door laten. Het is rechts naar links. Ik heb net naar water gekeken. Mensmakers. Ik ben bedrijf van mensen maken. Dus dit is de tekst van Allah. Dus ik heb mensen op aarde gebracht. Natuurlijk via moeder, via vader, dat is weer ander verhaal. Ja, van ander woord. Ikra. Eerste woord van de Koran is ikra. Betekent. Wauw, ja. Den 4. Ik ben Nico Lute, de gids voor jullie verhaal. Ik ga het vertellen over de kerk. En die is gebouwd in 1470. Toen zijn ze bij leven begonnen. In Alkmaar. En Alkmaar was eigenlijk nog maar een klein dorp. Hè. Misschien 10.000 mensen die hier wonen, zo binnen de Singel. Kijk maar, er zitten alle kanonnen aan de zijkant, zie je wel. Als je moest schieten. Want hij was wel bekend hoor, hier. Hij moest meteen begraven worden. En toen hebben ze zijn lichaam in Rijnsburg begraven. Dat is bij Leiden. He, maar ze hebben zich uit 1500. Dat staat hier op dat schilderij. In het midden beneden zie je iemand knielen. Die zit op een weegschaal. En op die weegschaal wordt gewoon. spannend, hè? Kijk maar, het is echt verschrikkelijk wat daar. Nou, het is wel leuk om daar eens een keer te horen hoe het nou allemaal zit. En hoe ze dat nou gebouwd hebben. En gewoon meer informatie. Een beetje. Ik vond het wel leerzaam. Ik dacht eerst dat het een school was. Nou, al die letters, ik wist niet dat ze van rechts naar links zijn. Nou, anders, de tapijt in die gebedruimte, dat was wel zachter. Het is heel eng, want het zijn allemaal grafstenen en zo. Met het schip dat hij met de vloot ging naar Engeland. Heeft hij de hele vloot van Engeland in brand gestoken. Wel interessant, want ik wist wel wat een moskee was, maar ik was er nog nooit binnen geweest. En ja, ik vind Turkse mensen wel altijd heel aardig en zo. Ja, hij was ook wel een aardige man. Hij was een beetje slecht te verstaan, maar dat komt misschien doordat hij in Turkije is geboren. Bidt u ook voor andere mensen, vroeg ik. Maar ja, hij zei ja. En dat de mensen, de vrouwen en de mannen, al in een kamer zijn. Ze waren niet gescheiden omdat het niet mocht, maar ze waren gescheiden omdat ze de ene behoefte heeft, meer behoefte heeft dan de ander. En op vrijdag gingen de vrouwen pizza's maken. Doordat ze activiteiten organiseerden, konden ze de kosten van de moskee betalen en zo konden ze het. Vonden het best wel leuk. Oké. Ik ga achterop bij Sienna, want mijn hand was geschikt. Oké, nou, goede reis. Dank je. Doei.